heel snel, als hij heel snel blijft stijgen, dat de temperatuur enorm op gaat lopen. Zo. Maar zelfs in het meest positieve geval, als het ons lukt om de uitstoot snel te doen dalen, dat is die groene lijn, dat we eigenlijk tijdelijk de komende 10, 20 jaar over die kritische anderhalve graden grens heen. De kritische anderhalve graden grens die zij verzonnen hebben. Dat is een kritische grens. Boven de anderhalve graden is iedereen dood. We zitten nu op 1,2, maar bij 1,5, dan gaan we allemaal dood. Allemaal. Iedereen. Jij ook. Jij denkt van, oh, die 0,3 graden extra kan ik ook wel hebben. Nee, die kan jij niet hebben. Die 0,3 graden extra, die kan jij niet hebben. En denk jij soms dat de vlindertjes in je tuin dat wel kunnen? Nee, vlindertjes in de tuin kunnen 0,3 graden extra opwarming ook niet aan, hè? Zeker niet. En wat denk je van de honingbij? Denk je niet dat die lekker gaat op 0,3 graden extra? Of de wesp? Maar de wesp denk ik wel. Die gaat wel lekker bij warme temperatuur. Die wel. Maar de koolmees. De pimpelmeesjes. Je weet toch wat Mirjam Bikker zei over de pimpelmeesjes? Die zakken nu al door de pootjes. Laat staan als ze nog eens een keertje 0,3 graden opwarming extra te verwerken krijgen. Hè? Sta je er wel eens bij stil? Hoe de natuur daarop reageert? Op 0,3 graden extra opwarming? Hè? Hoe reageer jij daarop? Voel je jezelf toch ook niet lekker als je 0,3 graden verhoging hebt? Dan voel je je niet lekker. Zie je in één keer op 38 graden. Ik heb wat verhoging. Nee, dan voel je je niet lekker. Zo voelt de planeet zich ook. Ja, en jij maar zegt, dat is helemaal onzin. Nee, het is geen onzin. We gaan met z'n allen dood. Ik trek het ook niet meer. Ik doe ook maar stoer. Doorzetten en zeggen, mensen, er is hoop. We gaan dood. We gaan gewoon, misschien gewoon 10, 20 jaar lang. Misschien wel over die kritische grens van de anderhalve graad heen. En wat doe je dan?